Elke dag komen er zo'n 209.000 mensen bij. De ene innovatie volgt de andere in rap tempo op. Op geen enkel moment in de geschiedenis zijn er zo snel zoveel technologische stappen gemaakt. Hoe gaan we om met de beperkte ruimte die er is? Welkom op de derde editie van RealWise. En deze editie zal in het teken staan van de deeleconomie. Dat is een nieuwe toverwoord, hè? Een nieuwe toekomst, een nieuwe manier van denken. Ik ben ook benieuwd van hoe dat een invulling krijgt. En misschien zelfs ook wel hoe ze het makelaars moeilijk gaan maken dan mij. Snapcar. In Nederland staan er gemiddeld 8 miljoen auto's, gemiddeld 23 uur per dag stil. Iedereen die een platform heeft, heeft de data. Iedereen die geen platform heeft voor de klant, heeft niet de data. En je kan dus niet gaan inspelen op wat de klant wil. Ik kan me zo voorstellen dat hier mensen zitten die heel lang en heel hard werken. En dan naar huis gaan en denken, oh shit, ik moet nog eten. De vraag naar Nederlands vastgoed onverminderd groot blijft. Ja, dames en heren, de winnaar van de Groene Baksteen 2017 is geworden. Het is daadwerkelijk een baksteen. Ja, absoluut. Voor ons echt zo mooi is aan het winnen van de groene baksteen, is dat het een prijs is vanuit de industrie. Vanuit JLL, maar ook vanuit de rest van de vastgoedsector. En dat is een sector die voor ons extreem belangrijk is om te groeien. Ik denk dat dit een terechte winnaar is van de gouden baksteen. ASR Vastgoed Vermogensbeheer. Ik ben super vereerd dat we deze prijs winnen. Heel mooi. In deze stad is het delen altijd al wat je doet. Dus je deelt je auto, je deelt je achtertuin. Alle techniek die erbij zit en hoe mensen daarmee omgaan, al die platforms. Dat is natuurlijk wel iets wat ongelooflijk helpt in een anonieme omgeving om mensen met elkaar te verbinden. Dus het gaat uiteindelijk om verbinding.